Oké, rustig Job. Geen hartaanval krijgen Job. Geen hartaanval krijgen Job. Wat je ook doet, krijg geen hartaanval. Yo kijkers van Doe Maar Gamen. Leuk dat jullie er allemaal weer zijn. En dat jullie allemaal weer kijken naar deze nieuwe aflevering van Minecraft Boos Blief. Hier op mijn gamekanaal Doe Maar Gamen. Mijn naam is Job en mijn hobby is het rennen over TNT en praten tegen webcams en microfonen. Wat is jouw hobby? Laat het hier beneden weten in de reacties. In ieder geval jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe aflevering van Boos Blief. Heb jij de vorige aflevering niet gezien, dan kun je die checken door middel van het klikken van de annotatie die in beeld staat aangegeven. Oh my god, Job, ga je nou serieus nu al dood? Waarom? Laten we snel doorgaan naar het volgende potje. Oké, jongens en meisjes. Soms heb ik gewoon van die momenten waarbij ik echt insane snel dood ga. En soms heb ik van die momenten waarbij ik gewoon echt ongelooflijk lang in leven blijf. En soms het potje wel eens win. Dus laten wij hopen dat ik deze keer een moment heb, oftewel het tweede wat ik net opnoem. Gewoon proberen zo lang mogelijk in leven te blijven en misschien wel het potje winnen. Want het klinkt allemaal wel heel erg makkelijk hoor, over TNT blokjes heen rennen en pijlen vermijden die je lichaam willen doorboren. Maar geloof me, zo makkelijk is dat niet. Dat kan ik jullie met zekerheid zeggen. Dus ik moet proberen heel voorzichtig te blijven en uiteraard niet naar beneden te vallen, want dat is namelijk wel een beetje het hele concept van Boos Blief. En weet je wat het is? Ik heb die dubbel jump wel, alleen op een of andere manier. What the fuck is dit? Waarom val ik nou elke keer zo snel naar beneden? Ik snap het serieus gewoon niet. Oké, jongens en meisjes, ik voel het aan mijn energy die ik naast me heb staan. Ik ga dit potje winnen, hoe je het ook went of keert. Hey, Govi. Oké, over skins gesproken, zoals ik net ook al zei, sommige skins zijn echt gewoon geniaal. Maar in ieder geval, deze keer zitten we in een voor mij gevoel wat moeilijkere map, dus we moeten deze keer nog net een tikkeltje beter ons best doen. Ook al geef ik al elke keer de volle 100% om te winnen. Schijnbaar lukt het niet altijd. Toch blijf ik heel erg goed mijn best doen en hoop ik niet naar beneden te vallen. Want ja, dat is natuurlijk een beetje de bedoeling van Boos Blief. Niet naar beneden vallen en proberen zoveel mogelijk players naar beneden te krijgen. En ik ben alweer op de laatste laag. Dit gaat echt zo insane. Snel, oké. Maar ik heb er nog een goed gevoel over. Ik heb er nog enigszins een goed gevoel over. Als wij gewoon heel rustig blijven spelen, dan is er nog een mogelijkheid dat wij dit gaan winnen. Dus let's go. Oh shit. Oh fucking shit. Job de parkourman in de building. Oh, dit gaat echt niet goed zo. Dit is echt... Nee, oh wow, dat wou ik helemaal niet. Wat er zojuist gebeurde, dat wou ik serieus niet. Oké, let's go. Ik zit gewoon letterlijk op de laatste laag en nu zit ik op de niet bestaande laag. Oftewel, ik ben dood. Oké, jongens en meisjes, we zitten deze keer in de gelukkig wat vlakkere map die ik persoonlijk wel erg leuk vind, moet ik eerlijk in zeggen zijn. Ik vind het sowieso wel tof dat ze meerdere mappen hebben toegevoegd, maar op een of andere manier blijft dit toch wel mijn favoriete map. Daar ben ik heel eerlijk in. Weet je, sommige mensen die houden wat meer van de iets explosievere map, oftewel de map waarbij de TNT blocks ook echt ontploffen en dat soort dergelijke. Maar voor mijn gevoel blijft dit toch wel echt de leukste Boos Blief map die er is. Gewoon omdat hij lekker vlak is. Hij is enigszins niet heel moeilijk, tenminste. Hij is natuurlijk wel moeilijk, maar als je kijkt naar de omgeving, die is best wel makkelijk te passeren. Het enige wat moeilijk is, is de players die allemaal pijlen rondom je oren schieten. Maar de rest is in principe nog wel te overzien. Oh snap, oh dat wou ik niet. Ik vind het zo irritant dat ik soms automatisch van die double jumps maak, want dan wil ik dat niet en daardoor spring ik elke keer bijna door zo'n gat heen. En ja, dat is zeg maar niet de bedoeling. Dus ik moet proberen heel erg voorzichtig te blijven en niet onderuit gehaald te worden. Hier, gebeurde het weer. Deze keer kwam ik trouwens met mijn kop tegen een of andere rare pilaar aan. En dat, ik neem aan dat dat niet heel erg plezant heeft gevoeld. Hier weer. Verdorie, ik wil dat niet. Stop eens met die hoge sprongen wanneer ik dat zelf niet wil. Ik weet niet of players dat veroorzaken of dat ik dat zelf doe of whatever dan ook, maar ik kan jullie wel verzekeren dat dat zo nu en dan best wel heel erg irritant is. Nou, ik leef in ieder geval nog. Laten we daar heel erg blij mee zijn. Oh, wat? Oh, ik dacht heel even dat ik nog leefde. Ik denk van, ik heb mezelf weer terug gewaged naar de top. Maar schijnbaar was dat niet het geval. Oké, jongens en meisjes. Nu meen ik het. Ik voel het aan mijn energy. Wij gaan dit motherfucking potje winnen. Hallo, Slenderman. Oh, je bent allemaal geen Slenderman. Ik dacht heel even dat dat Slenderman was. Maar ik voel het, jongens en meisjes. Wij gaan hoe dan ook, hoe je het ook bent of keert, dit potje winnen. Zeer waarschijnlijk zeg ik dit alleen maar omdat ik het heel graag wil. Maar dat maakt helemaal niets uit. We gaan er gewoon heel erg goed ons best voor doen. Het lijkt alsof de TNT games moeilijker zijn geworden de afgelopen tijd. Het voelt echt heel erg raar. Op een of andere manier win ik gewoon minder vaak dan dat ik normaal gesproken won. En het is niet zo dat mijn skills achteruit zijn gegaan of iets dergelijks. Dat zou een beetje raar zijn. Maar op een of andere manier lijkt het wel alsof het moeilijker is geworden. Ik weet niet om welke reden, maar ik moet gewoon heel erg goed op mijn hoede blijven. Ik moet gewoon goed geconcentreerd blijven. Ik moet met mijn hoofd bij de TNT-blokjes zitten en natuurlijk bij de players. Oké, rustig Job. Geen hartaanval krijgen Job. Geen hartaanval krijgen Job. Wat je ook doet, krijg geen hartaanval. Hartaanval krijgen in de TNT-games met al die TNT-blokjes die om je heen naar beneden vallen, dat is niet heel erg handig, geloof me. Dat is niet de bedoeling. Dus ik moet proberen heel rustig te blijven. Let's go. Oké. Ik wil het liefst kijken hoeveel players er nog over zijn. Oké, er zijn nog 11 players over. Ik ben dus in ieder geval niet... Weet je wat het is? Kijk, ik denk wel dat ik elke keer snel dood ga, maar de helft van de players die gaat in het begin al gelijk dood. En nu moet ik zeggen dat het nu best wel lekker gaat, want ik hoor namelijk niet bij de eerste helft die naar beneden is gevallen. Dus hoe je het ook bent of keert, ik hoor gegarandeerd bij de tweede helft die naar beneden is gevallen. En deze keer kwam die double jump eigenlijk wel van pas. Anders was ik namelijk waarschijnlijk wel naar beneden gevallen. Hey, nee! Ik haat jou. Jij bent echt de meest hatelijke man op heel deze hatelijke planeet. Fuck you. Nou ja, jongens en meisjes, allemaal weer heel erg bedankt voor het
het kijken van deze nieuwe aflevering van Minecraft Bosblief. Vond je deze nieuwe aflevering nou leuk? Dan kun je hem uiteraard even een blauwe duimpje omhoog geven. Daarnaast kun je natuurlijk ook even abonneren op mijn gamekanaal Doe Maar Game. Om er even op die abonneerknop te drukken hier onderaan de video. Dan wil ik jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken. En dan zie ik jullie graag de volgende keer weer. Later mensen.